Europa zijn we een van de weinigen die op deze manier werken. Dat ligt natuurlijk wel aan ons klimaat. We hebben niet elke dag sneeuw. En dit is een ontzettend mooie manier om de niet-operatie mensen te betrekken bij die operatie. En gezamenlijk ja, de winter het hoofd te bieden en daarmee de luchthaven open te houden. Normaal zit ik op kantoor. En nu zijn we weer ijsbeer aan de andere kant. Nou ja, wat is er leuker dan een baan op Schiphol? Vertel mij maar. Ik ben gewoon helemaal enthousiast. Ik weet niet eens hoe ik het moet verwoorden. Het is zo, jullie zouden even mee moeten rijden straks. Dan kom je weer achter hoe het voelt. Het is super. Als jullie zo ver zijn, dan kunnen we nog meteen gaan oprijden richting Yankee samen met sneeuwvloot 2. En dan wachten we daar eventjes tot het seintje krijgt om de achterzet te bewegen. Je hoort dan wel dat er sneeuw aankomt en wij worden op allerlei gekke tijden gebeld en voorwaarschuwingen en aankondigingen. Je houdt continu het weer in de gaten op het moment dat het kan gaan sneeuwen, maar dat is ook een hele gezonde spanning die erbij hoort.